In Lierop ging op zondag 2 september de derde Tour der Ongeschoren Benen Classic van start. Het deelnemersveld van deze toertocht was indrukwekkend met diverse bekende artiesten en oud-beroepswielrenners. De deelnemers werden op Sportpark de Renkant gepresenteerd door de bekende wielerspeaker Kees Maas. Daarna maakten de toerrijders een rondje door Lierop. Mark van Hoorn, vandaag eindelijk de grote dag. Lang naartoe geleefd. Ja, het heeft heel jaar wel naartoe geleefd. Dit is de dag. Ja. Supermooi. Hoe is het begonnen, die Tour van Ongeschoren Benen? Ja, 3 jaar geleden ben ik met Guus, als fietsfanaat, zijn wij een beetje begonnen. Guus Meeuwis? Ja, Guus Meeuwis. En toen zijn we met 3 man begonnen. We hebben 3 man een toertocht gehouden. Ook met wagens erop en eraan. Gewoon ludiek. Ook ludiek met vandaag. Vorig jaar gaan we de 35. En dit jaar pak ik het een beetje groter aan. En, we hebben er rond de 7, we hadden veel meer kunnen hebben, maar we hebben er rond de 7. Hoe gaan we naar Rennersveld? Ja, allemaal connecties. Allemaal via het fietsenwereldje waar ik nou in zit en het muziekwereldje. En heel veel vrienden die mee mogen fietsen. Ik kan me voorstellen dat er meer mensen mee willen doen. Ik had er denk ik wel 400-500 kunnen hebben, maar ja, dat wil ik niet. Omdat voor ons is het natuurlijk een hobby. Het is ook een hoop werk voor 4 man organisatie. Maar ja, ik had er wel 400-500 kunnen hebben, zeker wel. Dat betekent dat de komende jaren wel de bedoeling is? Nou, daar zijn we wel mee bezig. We zijn iets meer bezig met een heel groot evenement erbij of zo. Maar dat zit allemaal in de kinderschoenen. Guus Meeuwis, wat 3 jaar geleden begon als een koersje, een toertochtje, is gegroeid. Ja man, hartstikke mooi. Maar ja, fietsen is ook superleuk. En er is niks leuker om met een grote groep mensen een rondje te fietsen. Dus ik ben verrast door deze opkomst, maar ik vind het wel superleuk. Wielrennen is ook rock'n'rollen. Wielrennen is zeker rock'n'rollen. De laatste tijd wordt dat goed benadrukt en steeds meer mensen worden enthousiast over. Dus dat merk je dan ook met zo'n toertocht als deze. Ja. Je hebt weinig tijd om te trainen volgens mij, of niet? Ik heb helemaal niks getraind. Vorig jaar had ik nog in ieder geval nog een paar 100 kilometer op te tellen. Maar dit seizoen nog helemaal niks. Wat houdt hij in? Ben je allemaal klampen? Dood op de gladiolen, houdt hij in. Ja, ik zie wel waar ik strand. Je hebt 2 zoontjes meegenomen. Ja, die houden je op de benen, of niet? Ja, die gaan mij er doorheen slepen. Uit de wind zetten? Ja, absoluut. Dat is waar toch, want het gaat in Limburg. Ben je een klimmer of ben je... De man, kijk eens goed naar mij. Ik ben geen klimmer. Sprinter! Ik ben eigenlijk helemaal niks. Ik ben denk ik een diesel. Dankjewel. Pieter Nostraat, behalve Prins Carnaval ook wielrenner. Jazeker, ik doe ook wielrennen. Elke zondag is het? Ja, elke zondag en met het goede weer s'avonds ook. Ook een keer in de week. Ja, dus. Ben je een van de grootste prominenten hier? Hè? Inderdaad, ja. Er zijn weinig prinsen die er meedoen. Dus dat klopt. Dus die beroemde artiesten, wil ik een praatje maken of niet? Ik weet niet, ik zie wel. Ik ga daar een handtekening zetten en dan, als er wat gevraagd wordt, dan zal ik antwoord geven. Anders dan, gaan we aan het fietsen zo meteen. Hè? Dank u wel. Geen haar op je been, maar wel onder de kin. Ja, wel onder de kin. En ik dacht vanmorgen, ik moet er nog wel bij plakken op de benen, anders mag ik niet meedoen. Je mag meedoen, van harte. Leuk. Onder het nummer 64, onze volgende man die zich hier kon melden. En onder nummer 64 hebben wij vandaag, dames en heren, Laurens Kuipers. En die komt uit? Zomeren. Uit Zomeren, dames en heren. Ik heb gezien dat je hele mooie haren op de benen hebt, dames en heren. De mooiste haren die ik tot nu toe heb gezien van Rob Schepers. Jullie was nou eigenlijk de beste? Daar had ik me eigenlijk niet over uit. Want, Je hebt altijd geroepen dat jij daar was. Ja, ja, dat mag ik ook nog wel. Hoeveel pro-overwinningen? Nou, 28, hè? 28. En Piet? 32. Ik hoor jou net iets zeggen van 32 of 35. Ja, zoiets. Dus dan heb jij meer gewonnen. Fons, waarom heb jij er niet zoveel gewonnen? Nou, dat weet ik nu, tot nu toe nog niet. Als ik vandaag maar de beste ben. Nou, we gaan het best doen. We zijn blij dat je erbij bent, dames en heren. Maak een geweldig applaus voor de familie van Katwijk. Nummer 1 heeft de handtekening gezet.
Gisteravond, dames en heren, klonk het applaus in Roosendaal ovationeel. Ik kon het in Etten-Leur zelfs horen. Dames en heren, hier is Guus Meeuwis. Hij brengt u geluk. Een topper, dames en heren. Een topper die u al aan kent. Bekend van de allermooiste liedjes van de beste en de leukste meezingers. Hier is René Vroger. Wat een mooie aankondiging, zeg. Ja, en fiets jij vaak door de Jordaan? Na de laatste jaren iets meer, ja. En, maar ik heb ongeschoren benen, dus ik mag meedoen vandaag. Je mag meedoen, maar je moet ook goed zijn, hè? Nou ja, echt goed. Ik doe mijn best. Dus, en het ziet er vandaag heel mooi uit. Het is prachtig mooi weer. En ik, Guus, die gaat op de eerste rij starten. Dus we gaan allemaal achter Guus zitten. Allemaal achter Guus? Ja. Meneer Andersen, voorzitter van TSC Solo. Het is wel een heel apart wedstrijd. Ja, dat klopt. Het is dus een keer iets anders dan als wat we normaal meemaken in toertochten. Met heel veel bekende mensen. Het is wel een heel leuk initiatief. Waar gaat het eigenlijk om? Hard fietsen of wedstrijd rijden? Ja, ik hoop van wel, maar ik ben bang van niet. Dus, maar we gaan op de Kouberg. Ik denk dat er nog een kleine krachtmeting komt tussen een aantal mensen. Maar dus voor de verder rest alleen maar plezier maken, lachen en maar buurten. Rob Schepers, wat ga je onderweg doen? Grappen vertellen? Nee, ik ben niet zo heel lang onderweg. Daar moet ik ook heel eerlijk bij zeggen. Nee, ik haak al maar een kilometer of 20, 30 af. Want ik moet nog naar het Parktheater vanmiddag. Dus, ik rijd niet helemaal uit? Nee, ik rijd niet helemaal uit. Nee. Je moet toch meedoen? Ik heb in mijn hele leven bij elkaar nog geen 110 kilometer gefietst. Dus ik ga in één keer rug, ga ik dat niet redden. Waarom doe je daar wel mee? Omdat ik toegezegd had. En ik moet het Parktheater vinden. Anders had ik hem uitgefietst. Maar ik vind het wel leuk om mee te maken. Dus. En twee koppen koffie gehad. Dus ik denk dat ik voornamelijk voor de Tom Dumoulin trofee ga. Vermoed ik. Ergens halfwege de bermkant opzoeken en kakken. Dat vermoed ik. Succes ermee. Ja, dankjewel. Ik kom niet verder. Nee, heel graag. Dankjewel. Na het rondje Lierop fietsen de deelnemers aan de Tour der Ongeschoren Benen Classic door het Limburgse land naar Valkenburg. Op de Kouberg lag de finish. Ik heb Jaak Hanegraaf net achter mij kunnen laten. En ik zie Stevenweg ook hier binnenbollen. En natuurlijk de toppers die gaan arriveren. En natuurlijk... Frans Heijpers, koersdirecteur, hoe is het gegaan? Ja, hartstikke goed. Goeie weer gehad. Geen valpartijen of gekke dingen gebeurd, dus wat dat betreft 100% tevreden. Wat uitvallers? Ja, het weer wel zijn tol geëist en denk ik ook wel uiteindelijk de route. Dus ja, dat betekent toch van een aantal mensen was het net iets te lang. Dus die zijn
ja, eerder afgestapt dan wel in de bezemwagen gestapt. En er waren niet de mensen? Nee, maar ik kan geen namen noemen, dat zou niet netjes zijn, dus dat gaan we niet doen. Alles is uitgekomen zoals je het verwacht had? Ja, uiteindelijk wel. Ik bedoel, we zijn met 109 gestart volgens mij, wat ik doorkreeg. En ja, dan hoop ik dat alles goed gaat, dat er geen gekke dingen gebeuren zoals gezegd. En dat ging perfect, met goede motorbegeleiding en goede volgers. Dus prima, prima dag, wel goed. Het gemiddelde? Oh, dat weet ik niet. Heb je gezegd niet gekeken? Het eerste uur wat minder, omdat we meteen twee lekke banden hadden. Toen zaten we volgens mij 24 km per uur. En we zouden eigenlijk de hele dag door 28 rijden. Dus, maar goed, op een gegeven moment mocht het tempo wel omhoog volgens iedereen. Dus dat hebben we gedaan. Dus op een gegeven moment 30, 32 km per uur. En ja, we zouden 4 uur binnen zijn. En het is ook 4 uur geworden, maar we hebben uiteindelijk iets langer gepauzeerd. Maar allemaal dik tevreden. Piet van Marsluit, geleefd nog? Ja, Harry, ik heb het overleefd. Het was een hele mooie tocht geweest. Heel goed georganiseerd. Dus petje af. En een peloton nog, hè? Ja, zeker een peloton. Ja, we blijven niet achter, hè? Nee, nee, absoluut niet. We gewoon doortrappen. Rudy Swinkels en Frank van Einde, die hebben meegedaan bij die Tour van ongeschoren benen. Dat had ik ook. Ongeschoren benen. Ja. Nog nooit geschoren. Nee. Hoe ging het? Goed, heel goed zelfs. Alleen die bergen, daar zijn wij niet voor uitgevonden. Daar zijn wij niet voor gemaakt. Nee. Was zwaar. Ja, die bergen is even zwaar. Ja, dat is even aanpoten. Als je toch tegen Limburg ging, dat is toch een uitdaging. Nou, je hebt ook nooit getraind van tevoren, ook niet? Hier op de berg. Ik heb hier wel eens ooit gefietst in Zuid-Limburg, maar wij fietsen gewoon rondom Zomeren, Eindhoven, Helmond, Weert. En daar hebben ze geen bergen. Hoe is dat zo, fietsen tussen prominente en bekende wielrenners? Wordt er onderweg ook wel gebeurd of niet? Ja, we hebben wel mensen gezien, ja. Het is wel, wel leuk om te zien inderdaad. En je ziet zeker die oud-profs, die vinden het wel enthousiast worden die, als die een berg gezien. Dus dan wordt het in een keer dringen en dan gaan ze naar voren. En, ja. Ah, die Frank dan een keer kan zeggen, ik heb met Erik Breukink gefietst. Ja, inderdaad. Ik heb Erik Breukink zelfs ingehaald. Dus ja, dan, ja, daar doe je het dan voor. Hè? Mark van Hoorn, na afloop van de derde Tour der ongeschoren binnen Classic, tevreden? Ja, super tevreden. In ieder geval natuurlijk het weer was sowieso super, maar de mensen zijn tevreden. Ik heb er zelf niet zoveel gezien, want je achter de peloton rijdt, dus je ziet er niet veel van. Maar iedereen is ja, echt tevreden. Allemaal op schema ook? Alles op schema, eindtijden, aankomsttijden, overal was op het schema, ja. Op laatst hard gereden, in het begin waren ze achter het schema, dan hebben ze dingen jagen. Ja, de laatste hier in Limburg hebben ze wel wat, in de klimmen hebben ze echt wel hard doorgereden met snelle, ja. Sommige renners wat te merken, zeggen van, oh, ik ben kapot. Ja, vooral bij Guus en René Vroger, die hadden wel de laatste twee klimmen konden ze niet meer op, nee. Nee. Maar ja, goed, er zijn natuurlijk allemaal oude profs die het wel nog wel bekend zijn met wielrennen. En die bouwman zeggen nog energie over voor een interview. Och man. Van jou wel. Hoe ging het? Ja, in het begin te zachtjes en op het eind te hard. Ik heb er zelf meer voor gezorgd dat het hard ging. Ja, dat wel. Dus ja, het leek ook aan mijn eigen. Maar ja, dat is een jeugd die overmoed, hè. Sommigen zijn niet te stoppen. Ze zien een heuveltje en dan moeten ze tegenop vliegen. Ja, er zijn erbij ook uit Lierop. Ik noem geen namen, maar die neem anders bijvoorbeeld? Ja, dat zou kunnen zijn dat die is, ja. Je hebt er alles aan gedaan om hier in topvorm aan het vertrek te staan. En ja, dat heb ik geweten. Wim van de Meulenhaft was in mijn ogen vroeger een topklimmer, maar heb ik vandaag niet veel van gezien. Het was vandaag een topklimmer met B. Ja. Viel niet mee? Nee. Ja, ik had een keer op Bergen de Blijt een keer mee vol gedaan, vol omhoog gereden. Maar ja, op leeftijd kun je dat een keer doen en de tweede keer in de koude berg ging het niet meer. Nee, was het over. Dat is mooi dat mensen toch proberen om daar heel veel hard zo snel mogelijk op te komen. Ja, ja, ze hebben eigenlijk mooi de hele tijd rustig gereden. En toen die laatste drie klimmen, ja, dan mogen we dan vol rijden. Maar dan is het toch weer koers, hè. Dan willen ze toch allemaal weer meedoen. Peter Winnen, het was afzien. Ja, ik vond het knap lastig, ja. Tenminste, die heuveltjes. Ik heb jou nooit zo zien finishen, met de hand aan de auto. Oh ja, nee, ja. Nooit breekt de wet af en toe, hè. Je bent een klimmer, hè? Je gaat last van de heuveltjes. Ja, ja, nee, ik was een klimmer, nou niet meer. Is er nog overgebleven? Nee, weinig. En tempo, hoe was het? Zeg je? Was tempo? Ja, nou, tempo was wel lekker onderweg. Vooral op het vlakken. Natuurlijk onderweg veel buurten, daar gaan veel oude bekenden tegenkomen. Ja, ja, behoorlijk wat. Ja, ja. Daar word ik moe van, denk ik. Van de oude horen, ja, daar word je ook moe van. Ja. Vind je wat gebeuren? Ja, ik vind het wel een geweldig evenement zo. Ja. Je hebt mijn zoon gefietst, waar is hij gebleven? Ja, laatst heb ik die niet meer gezien. Die is wat jonger dan ik. Hè, dus. Voor jou gefietst? Ja, natuurlijk, vecht. Ja, ja, ja. Ja. Pieter en Jan van Katwijk, jullie hebben bittere dagen meegemaakt, hoor ik Jan jou zeggen, onderweg. Wat lief? Dat je bittere dagen hebt meegemaakt. Ja, dat klopt, ja.
Het is wel, het ging, het had altijd wel moeilijk gegaan, maar nu gaat het wel heel erg moeilijk voor het. Ja. Hoe ging het alles bij elkaar, Piet? Nou, op de vlakke ging wel. Op de klimmen was het aanklampen en spartelen. Zoals vroeger? Nou, nee, vroeger. Nu is het veel erger nog als vroeger. Dus vroeger toen. Dan hoefde ik de wagen niet vast te pakken, maar nu op laatst heb ik toch van de auto gegaan, want het ging niet meer. Waren er geen van alle klimmers? Nee, we konden wel een heuveltje opkomen, maar we waren nooit geen klimmers. Nee. Burgemeester Dia Blok in Valkenburg, wat was je functie vandaag? Nou, vooral de mensen aanmoedigen om die Kouberg uiteindelijk te halen. Want u bent mee geweest, hè? Ik mocht de hele dag mee, van het wegvlaggen tot hier het met applaus ontvangen boven op de berg. Wat vond u ervan? Ja, het was een fantastische dag. Een mooie promotie zoals vanochtend in Lierop begon. Veel publiek uit Lierop ook. Ja, muziek en sport, alles komt bij elkaar vandaag. Gezelligheid, mooi weer. Een topdag, hartstikke mooi. Als je zo in de auto zit, wat ziet u dan? Alles of niet? Nou, je ziet vooral wat er gewoon achter je gebeurt. Zeker omdat je natuurlijk in de voorste jurywagen zit. En je ziet op een gegeven moment het wisselen van wie er op kop wil rijden. Maar wat me vooral bijblijft, dat is toch wel de jonge generatie mee. Die waren ontzettend enthousiast en fanatiek. Mooi. Het was zwaar. Hè? Het was voor die fietsers erg zwaar en voor mij was het genieten. Guus Meeuwis, hoe ging het? Dames en heren. Nou, de eerste 70 ging goed. En ik heb tot 90 volgehouden. Nou, uitgestapt. Ja, dat is op. En de zoons? De zoons hebben het perfect gedaan. Dus die hebben de Meeuwische ere hoog gehouden, zoals het hoort. En dat betekent dat ik volgend jaar iets beter voorbereid moet zijn. En tijd moet nemen om... Godver wat een muziek. En om goed voor te bereiden voor deze tour. Heb je er wel voor over? Ja, een beetje teleurgesteld. Ik had wel verwacht dat ik het toch zou redden, maar... Op het laatst schoot het in mijn kuiten en dan is het ook een ik klaar. Nou ja, goed, aan de andere kant 90 kilometer, gaat niet om te winnen. Dat is heel mooi. Voor je maat, het was zo'n mooie dag en iedereen heeft zo genoten. Dan is dat eigenlijk wel precies goed, toch?